Arjen, van harte welkom in Venlo bij VVV. Veel mensen kennen jou waarschijnlijk van je karakteristieke krullen, maar wie is de man achter die krullen? Een gezellige, hardwerkende man, denk ik. En wat ben je voor een voetballer, Arjen? Ja, iemand die overal 100% voor gaat en het probeert neer te zetten, coachend. En ja, niet bang is om een keer eronder door te gaan of een bal weg te schieten. Als het niet mooi kan, dan hoeft het ook niet altijd mooi. Afgelopen twee seizoenen speelde je bij KV Mechelen. Speelde bijna alles. Waarom nu naar VVV? Het verhaal hield op bij Mechelen. Ik voel me nog hartstikke fit en ik wil nog heel graag voetballen. Toen kwam VVV en die waren geïnteresseerd. Na een eerste kennismaking voelde het van beide kanten erg goed. Toen zijn we rond de tafel gegaan om te kijken of we eruit kunnen komen. Hoe is het contact ontstaan? Frank de Moesje kent Mark Luikers. Die hadden het erover dat ze nog in de centrale zochten. En toen zei Frank van ja, Arjan komt volgens mij ook vrij. En toen is eigenlijk het balletje gaan rollen. Toen hebben ze daar volgens mij ook in de staf erover gehad. En toen is het contact gelegd. Hey, wat is je doelstelling persoonlijk hier bij de club? Nou, ik wil gewoon nog zoveel mogelijk spelen en een zo goed mogelijk seizoen draaien. En zoveel mogelijk betekenen nog voor de club. Weet jij nog dat jij ooit in de Cool scoorde? Ja, dat weet ik ook nog wel. Ja? Weet jij nog precies wanneer dat is? Ik weet niet wanneer, maar ik weet alleen dat toen de 1-0 was. Vindt van Honda. Het schot is heel goed, dat gaat er zomaar in. Swinkels schiet Willem 2 uit het niets op voorsprong. Ik neem aan dat je wel wat vaker nog gaat scoren in de Cool. Nou, ik scoor de laatste jaren niet heel veel meer, maar als er eentje mag zijn, dan ben ik al tevreden hoor. Uiteindelijk is de grootste doelstelling dat ze er bij ons niet inschieten. En mocht er een keer iets invliegen aan de andere kant, dan is dat mooi meegenomen.